Word op een groetje kijkt, daar hoef ik niet te stedden. Jongens, vandaag heb ik weer een parel van een video. Een prachtige video waar we even los op kunnen gaan. Ik heb deze al gezien. Het is namelijk een Insta-reel. Het is een clip die gestuurd is door Jari. Jari, dankjewel voor deze content. Sowieso alle abonnees, dank jullie wel dat jullie mij deze prachtige, prachtige content sturen. Want ik zou hier nooit zelf bij komen, omdat het helemaal niet in mijn algoritme komt. Ik ken vaak deze mensen niet. Vandaag is het een BN'er, BN'ster, een bekende Nederlandster. Hij heeft me laten vertellen dat hij heeft meegedaan aan Love Island. Kan me allemaal niet schelen. Het gaat erom, als iemand fitnessuitspraken doet die nergens op slaan en totaal verkeerd zijn, dan ben ik er om te reageren. Dus die gaan we vandaag ook zeker doen. Jongens, hou jullie vast, want het zijn weer prachtige uitspraken vandaag. We gaan gelijk beginnen. Zo'n EMS-workout, dat is zeg maar met elektronische impulsen op je spieren. Dus dan doe je een 20 minuten workout en die vetverbranding die gaat dan echt nog 1-2 dagen door. En dan staat het eigenlijk ook gelijk aan 4 uur in de gym. We hebben weer Lioneltje, jongens. We hebben er weer één. Oké, dit is nog niet alles. Dit is de eerste uitspraak van haar. Dus, een EMS-workout. Voor mensen die niet bekend zijn met EMS. Band om je spier heen gedaan, bijvoorbeeld je bicep. Die stuurt dan elektroschokjes, kleine schokjes heen. Gaan we het dus over haar eerste uitspraak hebben. Oké, okay, dus zij doet de elektropulsen om. Ja, krijgt schokjes. En die schokjes zijn zo fucking hevig dat jouw vetverbranding nog dagen daarna profiteert van die elektroschokjes die je hebt gekregen. En daardoor is die workout van 20 minuten wel even effectief als dat je 3 of 4 uur zou hebben getraind. He, Lionel had in de vorige video toen reageerde op de TikTok-video gezegd dat als je een kwartiertje lang in de kou staat bibberen, dat even effectief is als dat je een uur lang zou sporten. Dus met de combinatie, jongens, als we eerst een kwartier lang zouden bibberen, ja, hebben we een uur training, en dan 20 minuten elektroschokjes krijgen, dan hebben we dus al 4 uur aan training verbrand. Geweldig! Dank jullie wel voor deze prachtige, prachtige toevoeging. De term waar zij het over hebben is EPOC, oftewel Excess Post Exercise Oxygen Consumption. En dat is dus eigenlijk de verbranding die doorgaat nadat je een hele zware workout hebt gehad. Nou, die term, die uitspraak hoor ik al jaren. En er zijn ook nog steeds mensen die zeggen EPOC, oh, daarom krachttraining of hele korte zware cardio is veel beter. Want EPOC, want je bent nog dagen aan het branden. Jongens, het is berekend dat de EPOC, hè, na een hele zware training, cardio of krachttraining, maar heel zwaar. Dat EPOC ongeveer dus de dagen van dat je extra verbrandt, al gelijk staat aan ongeveer 30 calorieën die je extra verbrandt vanwege EPOC. Nou is het sowieso maar de vraag of EMS überhaupt EPOC stimuleert. Maar om nou eventjes 2 birds with 1 stone te killen, stel, we hebben het ook gelijk over de mythe van hey, je moet, als je heel zwaar kort traint, dan verbrand je veel meer calorieën dan als je bijvoorbeeld low intensity cardio doet, want EPOC. Jongens, als ik nu naar beneden loop, ja, 2 verdiepingen hoog zit ik, en ik loop naar de supermarkt die tegenover de straat is, en ik koop daar een eiwitshake en ik kom terug, dan heb ik meer calorieën verbrand dan de 30 calorieën die de zogenoemde EPOC zou hebben opgeleverd. Dus haar uitspraak van je verbrandt nog een paar dagen extra calorieën omdat je een paar elektroschokjes krijgt, is complete bullshit, is gewoon uit haar kont getrokken, nergens op gebaseerd, klopt totaal niet. Oké? Okay? Nou, hoe kun je zoiets zeggen en niet even 3 seconden nadenken, zou het logisch zijn wat ik nu zeg? Dus stel, ik krijg een paar elektroschokken op mijn bicep. Ik doe mijn bicep curls, maar ik krijg wat elektroschokken. Of misschien mijn leg extension. En ik krijg wat elektroschokken. Dat ik dan evenveel verbrand als dat ik 4 uur lang zou sporten. Als ik 4 uur lang zou trainen. Zou dan niet iedereen die droger worden dat eventjes doen? Terwijl EMS is echt niet nieuw of zo. Het is al jaren. Er zijn studies van meer dan een decennia geleden al gepubliceerd. Ja? Als het echt zo fantastisch en vreselijk nieuw was en dat het allemaal zo geweldig was, dan waren er denk ik wel meer mensen die ervan zouden gebruik maken. Maar goed, dat gelijk staat aan 4 uur extra trainen. Kom op, jongens. Nee, de vetverbranding daarna is niet dat je opeens fucking veel extra calorieën verbrandt omdat je heel hoog intensie hebt getraind. En de vraag is sowieso maar of EMS-training überhaupt EPOC op die manier zo stimuleert, durf ik te betwijfelen, maar goed. Al zou het wel doen, dan hebben we het nog steeds maar over 30 calorieën max. Dus hè, loop 1 keer de trap op, misschien 2 keer de trap op en af en je hebt het ook bereikt. Dus
Ja, ik wil ook geen gezeik meer over mensen over de EPOC horen. Ja, ook lijkt dat ontkracht. Maar dat was ook niet alles, jongens. Ze had nog meer. Ze had nog een veel mooiere uitspraak voor ons. Dankjewel. Kelly. Ze heet Kelly trouwens. En ze zijn de Soul Sisters. En zo'n EMS-workout, dat is zeg maar met elektronische impulsen op je spieren. Dus dan doe je een 20 minuten workout. En die vetverbranding die gaat dan echt nog 1-2 dagen door. En dan staat het eigenlijk ook gelijk aan 4 uur in de gym. Ja, het is gewoon super effectief. Het is 20 minuten inderdaad. En dan doe je gewoon hele simpele oefeningen. En elke keer als je je spieren aanspant, dan krijg je een puls. Ja. En dat is een heel gek gevoel. Ik kan het niet echt uitleggen hoe dat voelt. Maar het is dus ook zo dat je spieren tot wel 5 keer sneller groeien daardoor. Oeh. Ja. Jongens, bel Chris Bumstead. Bel Chris Bumstead nu nog. Hij mist alle gains. Hij is nu Mr. Olympia, 120 kilo op stage. Maar hij had 5 keer zoveel spiermassa kunnen hebben als hij de EMS had ontdekt. Hij weet, we kennen het geheim niet. Dank jullie wel, Soul Sisters. Wat zijn we allemaal aan het doen in de gym? We hadden 5 keer zoveel spiermassa kunnen hebben, jongens. Als we EMS hadden. Als we wat elektroschokken op de biceps hadden. Ja? Dit is... Oh, god. Oké. Dus als jij superior elite genetics hebt. Hè? Als jij echt fucking goede genen hebt. Dan kan een noob, een beginner, in zijn of haar eerste jaar misschien wel 10 kilo aan spiermassa opbouwen. Eerste jaar, newbie gains. Maar als je dus EMS had, als je 20 minuten lang... Oh. Strakje. Oeh, een schokje. Ja, krijg een schokje. Dan had je 50 kilo spiermassa kunnen ophalen. Oh mijn god. Dit is zo dom. Dit is zo dom. Kijk, ze heeft waarschijnlijk totaal geen idee hoe hypertrofie werkt. Überhaupt wat realistisch is in hoeveel spiermassa je kan opbouwen. Maar 5 keer zoveel. 500% hypertrofie increase. Jongens, we zijn allemaal gains aan het verliezen. Rechter, ik wil graag de doodstraf. Ik wil graag in een electric chair. Ik wil de elektrische stoel krijgen. Ik wil geëlektrocuteerd worden. Want ik wil tenminste nog buff zijn voordat ik dood ga. Oh shit, mijn bicep. 5 keer zo groot. Oké, genoeg gelachen. Uiteraard, totale bullshit. Wat zegt de huidige literatuur? Er zijn geen studies die aantonen dat EMS meer hypertrofie, integendeel, opbouwt dan normale krachttraining. Integendeel, er zijn wel wat enkele bodybuilders die bij wat lacking body parts een soort van EMS toevoegen, supplementeren. Bijvoorbeeld zelfs hebben lacking biceps of ze hebben een moeilijke mind-muscle connectie. Bijvoorbeeld met een tricep hebben wat dan ook een spiertje waar ze die niet goed onder controle krijgen. Dan kunnen sommige gasten dat implementeren om een betere mind-muscle connection te krijgen. Er zijn niet studies die ook er zijn beelden van een aantal bodybuilders die dat proberen, die dat doen. Er zijn geen studies die ook daadwerkelijk aantonen dat ze daardoor gespierder zijn geworden of dat het meer effect heeft gehad. Dus we moeten ook zeggen, jongens, er zijn heel veel bodybuilders ook op social media en wat dan ook, die natuurlijk ook anders willen lijken. Hè? Want de basics zijn natuurlijk saai, dat wil niemand horen. Dus als jij met iets nieuws komt, iets flashy komt, dan verkoopt dat soms ook goed. En niet vergeten, als je EMS intypt, krijg je tientallen websites en bedrijven die dat willen verkopen. Dus het zou heel gunstig zijn als het inderdaad goede effecten heeft. Jongens, we zijn alle gains aan het verliezen. Dankjewel Kelly. Ik kan eindelijk geëlektrocuteerd worden en fucking sterk worden. Zou dit ook werken? Oeh, nee. Durf het niet. Jongens, je ziet het. Ik heb niet alles over voor de gains. Dit is zo fucking dom. Ah nee, ik moet even proberen serieus te worden, maar dit is zo fucking dom. Allermooiste is, hè, dan heb je dus iemand in de comments die zegt, goed verhaal dit. Ik geloof natuurlijk geen kut van, zoals terecht, obviously. Waar is je onderbouwing van dat je dit zegt? Hoe kun je zoiets zeggen zonder een source, zonder een bron, zonder, weet je waar? Welke persoon op deze aarde deed normaal krachttraining, ja, en op een goede manier, en deed daarna EMS en heeft 5 keer zoveel hypertrofie ervaren, heeft 5 keer zoveel spiermassa gekregen daardoor. Dus, en dan de reactie, en dat is met alle respect echt een vrouwenreactie. Voor ons werkt het. Het is super fijn en wij delen vanuit onze eigen ervaring wat voor ons het best werkt. Kijk,
Als het een man was. Ja, als het een man was. En die zei, yo, ik ben 5 keer zo gespierd geworden omdat ik EMS gebruikte. En hij of zij zou niet per se gespierd zijn of wat dan ook. Dan zou iedereen zeggen, bro, broer, waar is de muscle mass om dat te laten zien? Weet je, waar is de spiermassa om te laten zien dat jij 5 keer zo gespierd werd? Jouw spieren groeiden 5 keer zo snel omdat je EMS deed. Dat is niet. Dus bij fit girls, fit meiden, hè, hadden we alles goed uit. Hè? Ze hebben een mooie kop. Ze hebben allebei een mooi kopje. Hè? Mooi gezicht. Wauw, fantastisch. Probleem is dat ik denk niet dat mannen die kijken dat per se geloven. Maar heel veel vrouwen zijn super, super naïef daarvoor. En die, want fucking video heeft weet ik veel, hoeveel likes. Dus er zijn heel veel mensen die 2 keer hebben geklikt en dachten, oh bro, dit is echt goede informatie. Wow, 5 keer zo gespierd. Ik ga gelijk mezelf elektriciteren, weet je wel. Ik ga gelijk met een vork in de fucking stopcontact zetten. En dan word ik gespierd, toch? Dus, maar kijk, een mooie meisje, ja. Die hoeft niet eens gespierd te zijn om te zeggen, joh, ik ben gespierd geworden hierdoor, omdat... heel veel fit girls komen er gewoon mee weg als ze wat slanker zijn. Misschien een mooie aanleg hebben, een beetje mooie billen. En dan kunnen ze zelf al een Gymshark broek tot hun navel opgetrokken. Sport BH, zijn wat lean, misschien ook een beetje fit. En dan kun je al heel veel verkondigen van, kijk, het werkt voor mij, want ik ben zo lean, ik ben zo fit. Bij mannen zou dat niet echt werken, want je moet fuck, iets van gains hebben voordat je mag meedoen over het onderwerp. Maar goed, wat trouwens niet per se goed is, hè, want je hoeft niet per se, sommige mensen zijn niet gespierd en die weten er heel veel van. Dus ik zeg niet best dat het goed is. Ik zeg alleen dat het in de vrouwen fitfluencer wereld vaak meer shady is. Omdat ze met dit soort dingen makkelijker wegkomen. Maar goed, maakt niet uit. Jongens, het is natuurlijk absoluut niet waar. Absolute bullshit. Laatste gedeelte van de volgende clip die Jari ook naar mij had gestuurd. Omdat ik was zo uit het lachen. Dacht hij, ik stuur nog even wat bij. Was ook nog deze. He, dan hebben we het ook gehad voor ze met de dames. Ik hou er dus ook echt van om dan dus te sporten in de periode dat je nog aan het vasten bent. Dus als ik dan wakker word zonder te eten, sporten, dan verbrand je puur en alleen je eigen vetten. Ja, dat doe ik ook altijd, waardoor je dus veel hoor. Sneller afvalt. Vanochtend gepadeld op een lege maag. Oké, ik weet niet of er in 2023 nog eens idioten zijn die denken dat je sneller afvalt of meer vet verliest op het moment dat je op lege maag traint. Hopelijk niet. Hopelijk zijn jullie niet zo fucking dom. Maar aan de andere kant, heel veel van jullie zijn misschien toch wel dom. In ieder geval. Jongens. Nee. Je valt niet sneller af en verbrandt niet meer vet. Ja, je verliest niet meer vet als je op lege maag cardio doet of krachttraining doet. Het gaat er uiteindelijk alleen maar om wat je in totaal op de dag aan calorieën verbrandt en wat je eet. Ja, dus als je op de dag 3000 calorieën verbrandt en je eet 2500, dan heb je een 500 deficit. Of die cardio nou was op lege maag, op volle maag, wat dan ook, dat boeit geen ene flikken. Ja, je gebruikt meer van je eigen vetverbranding op het moment. Dus hè, je gebruikt je vetten meer als brandstof op het moment dat je cardio op lege maag doet. Want je hebt dus geen bijvoorbeeld koolhydraten gegeten, je hebt geen brandstof, je hebt verder geen voeding gegeten. Maar uiteindelijk maakt niet uit, daarna ga je eten en dan gebruikt je lichaam weer dat brandstof meer. Omdat je dan hebt gegeten voor andere productie, voor andere systemen om in je lichaam te regelen. Dus uiteindelijk maakt het netto niet uit. Het maakt uiteindelijk alleen uit hoeveel je op de dag totaal verbrandt en hoeveel je op de dag eet. Oké? Dit is voor de meeste van jullie hopelijk algemene kennis. Zo niet, dan heb je het bij deze geleerd. Jongens, als jullie eerst naar buiten gaan hè, en het heel koud krijgen. Ja, dus ga gewoon even een kwartier lang in de kou staan bibberen, zoals Lionel zou zeggen. Verbrand je daar eerst een uur lang training mee. Daarna doe je 20 minuten lang EMS. Hè, word je 5 keer zo gespierd. Je verbrandt tot 3 dagen lang alsof je 4 uur hebt getraind. Word je shredded in een paar weken en je krijgt fucking veel spiermassa. Want ja, je maakt 5 keer zoveel spiermassa aan. Dus we weten nu, dankzij de Soul Sisters, hoe we fucking jacked worden. Dank jullie wel, dames. Ik kan eindelijk 5 keer zo groot worden. Like de video als je het niet leuk vond. Ik heb volgens mij nog 50 abonnees ongeveer nodig. 14.000 abonnees. 14.000, jongens. Godverdomme, dat is veel. Godverdomme, een heel leger, joh. Peace.